Aanstaande zondag speelt NEC alweer in de eigen Goffert. De kater van de nederlaag tegen ADO Den Haag in het bekertoernooi moet worden weggespoeld. Is Peter Hubala, trainer van NEC, nog lang bezig geweest met die nederlaag? Ja, je denkt een beetje meer na. Je denkt altijd een beetje meer over een nederlaag als je wedstrijden wint. Maar dat is eigenlijk als voetbalspeler niet zo goed. We trainers, we kunnen veel nadenken. We proberen dan nog andere opties of in het proces te blijven. Also ook niet altijd weg te gaan uit het proces. En we kunnen alles realistisch goed inschatten. En we vallen helemaal niet in paniek. We gaan op de proces en we weten ook dat het goed komt. Willem II is een directe concurrent. De Tilburgers staan één plaats boven NEC op plek 13 met hetzelfde aantal punten. Ja, dat is natuurlijk. Met Willem II heb je een directe concurrent. Dat is een team dat niet veel beter is als wij of niet veel slechter. Het is toch een niveau. Wat wij ook spelen kunnen, maar Willem II is natuurlijk, ja, kan het ook spelen. Zo, het gaat echt op de dag welke team beter is in deze 90 minuten. En je kunt realistisch 3 punten halen. Het was een zware wedstrijd afgelopen woensdag. Niet in de laatste plaats omdat er een verlenging volgde en ook nog strafschoppen. Hoe staat het met de fitheid van de groep? Nee, ze zijn alle fit. Kevin Maier heeft vandaag een beetje problemen gehad. Die hebben in de bovenbeen, die heeft vandaag niet getraind. Die was bij de fusio's. Maar die kan spelen zondag. Het wordt tijd voor een overwinning. Aanstaande zondagmiddag is daar de kans voor. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Guzzi Bayuk en begint om 00:30 in het Goffertstadion. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.